Een hele goede morgen iedereen. Ik stap gelijk in de auto. Want ik ga gelijk naar mijn vriendinnetje toe. Oh mijn god. Oké, wat is er dus gebeurd? Ik ben nog een beetje moe en in de war van wat er nou eigenlijk gebeurd is. Maar ik ben net thuis en ik heb gewoon een aanrijding gehad. Ja, zo simpel is het. Ik heb een aanrijding gehad. Vandaag zou eigenlijk een superleuke dag worden. Ik zou samen met mijn vriendin, die ik ook vandaag aan jullie zou gaan voorstellen, zou ik naar Bataviastad gaan. Zouden we samen gaan shoppen. Zou ik nog een winterjas nodig. Zouden we gewoon een hele gezellige dag van maken. Dus ik pak, zoals gewoonlijk, de auto. Ik ga de auto in. Ik wil naar mijn vriendin toe. Ik wil haar ophalen. En ik ben onderweg. En ik kom bij een bocht. En die bocht is bekend bij ons in het dorp. Dat het een krappe bocht is waar je altijd moet uitkijken en langzaam rijden. Dus wat ik doe, ik benader rustig die bocht. En ja, er komt een vrachtwagen aan in een krappe bocht. Dus wat doe je? Je zet je auto stil, je gaat wachten totdat de vrachtwagen voorbij is. Je gaat niet tegelijk met een vrachtwagen door de bocht daar. Dat kan niet. Het gaat om deze bocht. Die bocht is prima. Twee auto's kunnen langs elkaar. Twee gewoon busjes, weet je wel, werkbusjes van bijvoorbeeld bouwvakkers kunnen langs elkaar. Maar als er een vrachtwagen komt, dan is het echt opletten. Er hangt ook zo'n spiegel in de hoek, weet je wel. Dus ik zag al die vrachtwagen aankomen. Dus wat doe ik? Ik zet mijn auto, zet ik stil. En achter mij, het verkeer achter mij is, gaat natuurlijk ook stilstaan, logisch. Dus nou, die vrachtwagen gaat de bocht door. Ik denk, nice, nice, gaat allemaal goed, weet je wel. Dus die vrachtwagen, die neemt die bocht. Die vrachtwagen rijdt langs mij. Ik denk, oké, prima, weet je wel. Dus ik kijk en er zit nog een hele grote dieplader. Of ik weet niet precies hoe dat heet, zo'n aanhanger. Volgens mij zei die man dat het een dieplader heette. Die zat erachter. En ik denk, nou, die dieplader, die komt wel heel dicht bij mijn auto. Dus ik pak al naar mijn versnellingspook om in ze achteruit te zetten, maar toen was dat te laat. Bam! Ik hoorde zo bam! En mijn auto in één keer woep helemaal naar de zijkant. Ik denk, holy shit, wat gebeurt er, weet je wel? Ik heb een ongeluk gehad. Oh mijn god, deze vrachtwagen zit op mij. In eerste instantie zat ik gewoon zo van, wat is er gebeurd, weet je wel, rustig kijken. Maar ik merkte dat mijn auto zo stond en dat ik een soort, ik zag die oplader, die aanhanger, zag ik in mijn auto zitten. Ik denk, dit is niet goed. Oh mijn god. En toen raakte ik een soort van in paniek. En toen zei ik, oh, ik heb een ongeluk gehad, weet je wel. Nou ja, dat zeg je in je paniek, maar het was eigenlijk gewoon een aanrijding. Ik heb een fucking ongeluk gehad. Fucking hell! En zoals je ziet, dan zie je dat ding zit gewoon helemaal in de zijkant van mijn auto. En het is een beetje moeilijk te zien natuurlijk op film. Het ziet er altijd anders uit dan in het echt. Maar ja, wat ga je dan doen? Dan ga je uitstappen. Dan ga je praten met degene die je uit hebt gereden. Ten eerste stond ik uit mijn auto. Ik denk, waar is die man die de vrachtwagen bestuurt, weet je wel. Dus ik loop er naartoe. En wat ga je dan doen? Dan ga je natuurlijk een beetje discussiëren. Ja, meneer, er is best wel veel schade. Ik sta rustig te wachten. Ja, dat is je eerste reactie. Dan denk je van, ja, wie heeft er gelijk? Wat is er gebeurd? Dus dat gebeurt een beetje. Maar daarna was ik heel rustig. En toen zei ik dit. Meneer, is het goed als we even naar het parkeertrein gaan rijden? Ja. Ik zeg tegen die man, kom naar een parkeerplaats hier in de buurt. Het is een heel groot parkeerterrein. En daar kunnen we gewoon even kijken, even overleggen. Maar mijn auto, die zat nog vast half onder die dieplader. Dus wat moest ik doen? Ik probeer te gassen, ik kom niet weg. Zit helemaal vast. Gewoon nul beweging. Gebeurt niks. Nou ja, die man die rijdt naar achter en mijn auto is bevrijd. Ja, maar misschien moet u naar achter, ik weet het niet. We rijden dus naar die parkeerplaats met als doel om daar te overleggen, schadeformulier in te vullen, weet je wel. Maar we komen daar en die man die koppelt zijn aanhanger, koppelt die af. En dan wil hij terugrijden naar de plek waar het gebeurd is. Daar kwam hij ook vandaan, daar zijn die mensen aan het werk. En toen voerde ik nog even een kort gesprek met die mensen op dat parkeertrein. En toen gingen we naar de plek waar het gebeurd was. Oh, godsamme. Dat is een hele nare. Dat is een hele nare. Hi, ben jij Tony? Hoi, ik ben Dom, ja. Ja, hoi. Ik ken jouw moeder heel goed. Oké, ja, die komt er ook nu aan. Ja, dit soort dingen gebeuren helaas, maar... We zien het wel. Hoi meneer, goeiedag. Ja, helaas gebeuren dit soort dingen, maar... Ja, ik zie het op een gegeven moment niet. Nee, ja, ja, jammer. Je zit op een dode hoek en... die gaat er omheen, maar... Dus we zijn teruggereden naar de plek waar het gebeurd was. We konden daar parkeren, dus we hebben daar geparkeerd. We hebben overlegd, schadeformulieren ingevuld. Maar zelfs die man, terwijl die echt dik in de 50 was, stond helemaal zo te trillen, weet je wel. Ik stond ook te trillen en er was niet zoveel aan de hand, maar je schrikt gewoon, weet je wel. Het is gewoon denken van, wow, wat gebeurt er? En het was ook dikke chaos, mensen gingen ook toeteren. Die dachten, waarom staan ze stil? Ja, sorry. Dit soort dingen zijn gewoon natuurlijk nooit leuk. Daar zit je helemaal niet op te wachten. Dat is gewoon kut. En het allerkutste vind ik gewoon is dat ik zo zuinig ben met mijn auto. Ik rij normaal. Ik heb nog niks geraakt. Gewoon geen stoepje. Ik heb geen paaltje geraakt. Niks. Er zit geen krasje op nog. En dan, ja, gebeurt dat. En het is dan een beetje dubbel, weet je wel. Want die man,
Die heeft een hele grote aanhanger achter zijn grote vrachtwagen. Die heeft allemaal groot verkeer, weet je wel, een groot voertuig. Die probeerde ook niet het water in te rijden, want aan zijn kant was er ook water. Maar omdat hij zo op het water lette, zei hij, ja sorry, heb ik niet gelet op de andere kant, waar het andere verkeer stond. Dus toen heeft hij me geschampt en geraakt en toen is mijn auto eronder gekomen. En ja, wie zijn schuld het is, hoe en wat, daar kan ik niks over zeggen. Dat zoekt de verzekeringsmaatschappij maar uit. Die meneer en ik hebben het heel netjes samen afgehandeld. Informatie gegeven die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft. En alles gaat weer door nu. Ja, ik vind het gewoon heel raar en ik vind het ook echt heel kut. En ik ben blij dat niemand gewond is geraakt of dat iemand pijn heeft. Daar ben ik heel blij omdat dat niet zo is. Maar ik vind het natuurlijk wel gewoon heel jammer dat mijn auto... Ja, mijn schatje, dat hij gewoon, ja. Heel heftig, joh. Ik was er net even helemaal kapot van. Je staat helemaal strak van de adrenaline. Je bent helemaal aan het trillen. Je denkt, wat gebeurt er, weet je wel? Gebeuren zoveel dingen in één keer tegelijk. En weet je wat het is? Niemand is gewond geraakt. Dat is het allerbelangrijkste. Materiële schade, de schade aan die auto's. Dat is helemaal geen probleem, weet je wel? Dat kan altijd nog goed komen. Dat is altijd te fixen. Of je kan altijd een nieuwe auto kopen. En hij heeft geluk gehad. Want hij had, zoals je op het filmpje ziet, zo'n plank. Ja, zij hadden gewoon geen schade, dus dat is een voordeel voor hun. De dag gaat natuurlijk gewoon door, gelukkig maar. Helaas is mijn plan dan wel in de soep gelopen om samen met mijn vriendin gewoon lekker te gaan shoppen. Voor een winterjaswaar te gaan kijken in Bataviastad. Maar dat kunnen we altijd nog een andere keer doen. Zij is nu wel met haar ouders nog even een winterjas gaan halen. En als goed is zie ik er straks nog. Dus dan kan ik mijn allerliefste vriendin nog aan jullie laten zien. Ik hoop het. Ondanks alle chaos en papierwerk dat ik moet doen, is het ook tijd om lekker te eten. Poffertjes! Ja, van al die adrenaline kreeg ik natuurlijk wel super veel honger. God zeg, ik moest echt even bijkomen net. Ik was helemaal, ik denk heel simpel eigenlijk, waar zit ik nou over in, weet je? Want er is niks gebeurd, niemand is gewond, iedereen is oké. Maar dan toch of zo, denk je, ah, kut, mijn auto en die mensen waren ook aan het werk. En gewoon de hele situatie, je schrikt heel erg, weet je wel, ja. Het is gewoon een hele rare situatie, dus ik ga mezelf lekker aansterken met poffertjes. Als ik hem tenminste open krijg. Alle schadepapieren opzij. En dan gaan wij even lekker poffertjes eten. Ik mag nu iets gaan doen wat ik al heel lang niet heb gedaan. En dat is fietsen. Het moment is dan toch eindelijk daar. Ik ga mijn vriendin nog zien vandaag. Jullie gaan ook mijn vriendin nog zien vandaag. Haar naam is Bente. Ze is echt een schatje. Kijk, nu is het niet zo erg als ik me verspreek. Maar als ik me verspreek waar allemaal mensen bij staan. En ze zien me met een camera. Dan kijk ik zomaar van... Ongemakkelijk. Dus ik ga nu naar Bente. Dat is een paar kilometer verderop. Moet ik even fietsen. Ik heb mijn rugzak mee. Spulletjes mee. En Bente en ik moeten koken voor de hele familie. Of de hele familie. Gewoon voor haar gezin. Gaan we lekker eten. Lekker chillen. Ik heb er echt zin in. Na zo'n nare dag. Ja, heb ik gewoon lekker zin om met mijn meisje te zijn. Oké. Laten we gaan. Dag lieve Pien. Dag. Doei doei. Deze bad boy mag me van A naar B brengen vandaag. Dit is mijn moeders oude fiets. Het is eigenlijk mijn stapfiets geworden, maar ik ga niet meer zo heel veel uit de laatste tijd omdat ik met andere dingen bezig ben. Maar dit is dus eigenlijk nu mijn fiets geworden en ik heb hem gewoon helemaal gemold met uitgaan. Dus daarom is hij van mij. Dankjewel, mam. Ja, met de auto gaan wordt hem niet meer. Dus daarom ga ik ook met de fiets. Hoor hoe erg dit ding naar de kloot is. Je hoort die spaken helemaal gaan, gek. En om heel eerlijk te zijn vind ik het ook best wel spannend om Bente in mijn vlog te gaan doen. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon spannend. Ja, het is toch een stukje... privé, weet je wel. Iemand van wie je houdt. Maar laat ik eerst maar kijken of ik aankom überhaupt. Want ik weet niet of ik überhaupt wel conditie heb om het te redden. Wauw, wat een lucht. Normaal hoor ik mijn moeder dat zeggen als ik een scheet laat. Maar holy shit. Ik ben hier met mijn schatje. Oh, dat vind ik zo raar. Ik ook. Hoi. Heel raar. Hoi lieverd. Oh mijn god, ik word echt nooit verlegen. Maar ik heb het niet. Ik vind het ook heel raar. Ik vind het ook echt eng. Ja, zo'n grote deal, big deal is nou ook weer niet. Maar we vinden het gewoon, het is gewoon raar. Spannend. Want eigenlijk gaan we een soort van al 2 jaar samen. Maar ik vond het nooit nodig om te delen eigenlijk. Maar ja, het is wel af en toe uit geweest, hè? Ja. Ami lacht altijd aan jou. Ja, oké. Okay. Ja, uiteindelijk is het toch altijd goed gekomen. Ik hoop altijd toch weer bij elkaar. Laten we zeggen, stel je open voor anderen. Dan komt alles goed. Wat? Ik zeg niet. Nee, ik zeg, stel je open voor anderen. Dan komt het goed. Oh zo. Omdat ik nooit open was. Ja. En het mooie is, ik weet niet of ik het vandaag benoemd heb, maar in de vlog van gisteren wel. Dat ik ga geknipt worden door je moeder. Oh, ja. Ik ga altijd naar allemaal verschillende kapper. Dan een Turks, dan een Nederlands. Maar vandaag gaat de moeder van Bent me knippen. Ja, eindelijk een keer goed geknipt worden. Ja, eindelijk een goed geknipt worden. Even dit dode marmotje van mijn hoofd af. Oké, laten we naar beneden gaan. Doei. Van dit stinkhok af. Oh, niet veel, maar niet Het is zo rotzooi. Echt niet. Mag ik gaan zitten? Ja, kijk. Daar zit ik dan, in de kapsalon. Hey Leo! Hey Leo! Dat is het lieve hondje van de familie. Schatje. Dit is gewoon een kapsalon, maar dan in het klein. Want het is een kapsalon aan huis. Er wordt Leo geknipt. Zit.
Hij laat het ook. Nou, ik wou zeggen hij laat het toe, maar hij laat het niet toe. Oh, schat. Doe dat altijd met een cape om, man. Ja? Tuurlijk doe ik dat niet met een cape om. Er zit zijn haar eronder. Ja! Je lekker slim. Jezus. Ik nou, ik vond het wel heel verknipt van je. Hij braaf. Kom dan. Durf niet met je cape. Kom dan, Leo. Deze klant vindt het niet leuk. Hij nee. wil weglopen. Nee, je hebt voor het hij eerst een ontevreden klant. Hij wil weglopen. Oh, hij wordt gek. Zo, nou, wat vinden jullie van mijn haar? Het is helemaal geknipt met extensions en wel. Nou, ik ga gewoon door mijn schoonmoeder geknipt worden vandaag, voor het eerst. Wat erg. Wat erg. Nou, hoe wilt u het, meneer? Hoe wilt u het? Nou, ik heb een mooie foto. Ik heb hier een foto. Nou ja, die jongen ziet er iets buitenlanders uit dan ik, want ik ben natuurlijk een kaaskop. Maar zo wil ik het wel ongeveer. Is dat haalbaar met het haar dat ik nu heb? Ongeveer. Ongeveer. Maar dan krijg je wel weer zo'n onwijze rand erin. Wil je dat? Ja, laten we doen. Kijk eens aan. Ik ben weer helemaal fresh. En het allerchillste is, mijn nekhaar is weg. Maar het is gewoon weer lekker, ja, lekker kort. Bij mij maakt haar zoveel uit. Ja, ik ben echt happy met mijn haar. En Bente heeft haar geverfd. Althans, hoe noem je dat? Ik ben nog niet klaar. Oh, sorry. Hey Leo. Hey Leo. Weet je waar de bal is? Oh, waar is de bal? Oh. Als ik een bepaald geluidje doe met mijn mond, dan wordt dat beest helemaal gek. Dan denk je dat het zo'n pieballetje is. Wat is dat, Leo? Waar is de bal? Oh. Wow, je haarkleur is echt veel blonder geworden. Woe, nu het droog is. We hebben even lekker heerlijk gechilled. Ze liggen hier al te slapen, dus vandaar dat ik zo zacht praat. Ik ga het lekker afsluiten samen met mijn schatje. Hartstikke bedankt voor het kijken. Morgen weer een nieuwe vlog. Vergeet niet te abonneren, meldingen aan te zetten. En dan ga ik zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video.